welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 71. Ik ben er weer. Leon is er weer. Wat voor code? Nou, hij is er weer. Ja. Ja, ik had wat geblaf horen, maar... Blaf van de honden bijten niet, dus zou ook langskomen als het moet. Zo is het. En we hebben een heleboel nieuwe spullen. Ja, we hebben altijd veel nieuwe spullen, maar we laten niet altijd alle nieuwe spullen zien. Omdat het gewoon te veel is, omdat we niet de tijd hebben gehad om ermee te spelen. Omdat sommige dingen misschien niet heel geschikt zijn voor in een update, omdat je daar speciale omstandigheden voor nodig hebt. Maar ja, op één ding na is alles dus eigenlijk nieuw. Iets van echt van de laatste weken wat is binnengekomen. Ik zie hier al iets liggen. Ja, ik wil even een testje doen bij René. Kijken of René een beetje bovennatuurlijke krachten heeft. Ja, natuurlijk heb ik bovennatuurlijke krachten. Ja, de meeste mensen hebben dat wel. Ik ga zo meteen 5 kaarten neerleggen. Ja. Op deze manier. 3, 4, 5. Ja. En dan mag je steeds 1 kaart naar voren schuiven. Dit mag die zijn, of die, of die. De joker. Mag ik zelf weten welke? Ja. En dat wordt mijn keuze? Ja. Schuif maar naar voren. Dan gaan we nog een keer. Mag gewoon ook wel deze zijn? Nee, nee, dat mag niet meer. Dat mag niet, oké. Volgens mij heb je er wel gevoel voor, nee. Doe voor dit jaar, dan mag dat wel. Ja. Ja. Doe ik dit. Mooi. Ik zal dit even wegdoen. Dat hebben we niet meer nodig. Want je hebt gekozen voor deze kaart, René. Wat heel raar is, meestal kiezen mensen voor dezelfde volgorde als de symbolen die hierop staan. Ja? Maar wat ook raar is, René, als het goed is, je telt die allemaal bij elkaar op. Ik zal eens even draaien, dan denk ik de camera bovenin even goed. Ja. Als ik de getallen optel. Ja, 20 plus 14. 20 plus 14 is 34. Plus 23. En 23 is 57. Plus 7. 64, 65. 65. Ja. Nou, hier aan de achterkant staat ook op jouw score. Wat was dat? Ja. Mensen die kiezen tussen de 15. Als je score ligt van 15 tot 64, ben je telepathisch. En als je score ligt tussen 66 en 115, dan ben je helemaal super begaafd. En als je score 65 is, ben je awesome. Dus, ik zeg het zelf maar even. Ja. Ik ben awesome. Hé, hey, maar dat... Die zijn allemaal wel andere kaarten als deze. Het, is niet dat het zijn allemaal andere verschillende kaarten, ja. Zijn, oké. Okay. Het is niet dat de getallen allemaal hetzelfde zijn. Deze zijn allemaal andere nummers ook, dus. Oké. Leuk. Dit is een theorie. Mogen mensen dit allemaal gewoon ook allemaal checken ook? Mag, hè? Mag. Niks vreemds te ontdekken, inderdaad. Oké. Okay. Zijn ook allemaal andere nummers? Ja, daarom ben ik aan het kijken. 19, 24, 4, 9. Het is allemaal inderdaad. Oké. Okay. Leuk. En dat is. ESP. Ja. By the numbers. En die kost €27,25. Van John Bennen. De man van Call of the Wild onder andere. Ook van Twisted Sisters. Een van de best verkopende. Langst verkopende trucs al. Die ook heel veel verkopen. Ja, en dit is echt qua moeilijkheidsgraad. Nul. Het belangrijkste is dat je instructies goed geeft, toch? Ja. Voor de rest zelfwerkend. Meteen te herhalen? Je moet hem wel even prepareren. Ja, dat wil ik even. Dat is belangrijk. Het is niet veel werk, maar je moet het wel even doen. Ja. Het is niet dat je dat doet terwijl je opruimt, zeg maar. Je moet even. Op de wc. Nee, in een hoekje. Ja, toch? Je moet even ergens prepareren. Dat klopt. Leuk. Super gemakkelijk. Zelfwerkende mentale truc. Ja, leuk ding. En je zou dat ding natuurlijk ook groot kunnen maken. Gewoon te groot en dan lekker iedereen kan zien. Ja. Nice. Nou, waar heb ik nog een keer geld? Hier. Even voor de duidelijkheid. Het zakje is leeg. Zie je? Check even of er iets geks is met de munten. Het is goed, het is niet trouwens, maar... Het hoeft niet allemaal te checken, maar ik bedoel dus niet dat er... het zijn gewoon echt, het is gewoon allemaal klein geld. Je mag het klein geld allemaal in deze zak gooien. Het
grote zak met geld. Ga er maar in. Mooi zo. Ja, ik zal even erin. Lege handen. Ik kan het even schudden. Weet je wat? Ik ga er één munt ergens uitzoeken voor jou. Ik zeg deze. Heb jij een sharpie daar liggen? Mag je hem signeren als je wil? Mag je even iets opzetten? Je kunt dat kennen. Maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat. Ik moet even dat, ja, maar ja, dat duidelijk kan zien. Ja. Ik zal mijn handtekening erop zetten. Kijk. Ja. Oké. Okay. Je mag de munt teruggooien in het zakje. Weet je wat? Ik geef jou zelf het zakje. Houd boven dicht dat de munt hem niet uitvliegen. Schud goed door elkaar. Ja. Dat is weer een nieuwe kamer als kraakje gemaakt. Oké. Okay. Anders is het verder leeg. Ja. Ik ga in het zakje. Haal er één munt uit. En dat is jouw munt. Zie je mijn handtekening? Ja. Maar dat maakt niet uit, want... Nog een keer terug erin. Doe. Maakt niet uit hoe erg je schudt. Ik ga op zoek, ik zal schudden. Zit er toch wel in, neem ik aan. Wacht even. Oeh, één munt. En dat is jouw gesigneerde munt. Belangrijke detail. Ik zal niet alles eruit... Ja, ik kan alles eruit gooien. Het zijn normale munten. Het zakje is ongeprepareerd. Van willen ze buiten draaien. Er is dus geen sprake van een zogenaamde force bag, change bag, wat dan ook. Geen vakjes, helemaal niks. Het is echt wat het is. Dan vraag je af, ja, maar wacht even. Een zakje is niet zo duur. Nee, je krijgt meer dan dat je denkt. Dus waar je voor betaalt is wel echt degelijk een echte gimmick, zeg maar. Die, ja, goed, heb je vaker gedaan, hè? Ik zou het naleggen. Ja, ja, precies. Ja, klopt. En dit heet, zal ik even laten zien. Het is van Danny Archer. En het heet Pick a Coin. Ontvang je compleet met het zakje, zonder de munten, met alles wat je nodig hebt verder. Dus het enige wat je erin moet doen zijn munten, wat ik al zei. En een online instructievideo. Moeilijkheidsgraad laag. Uitgebreide video, heel duidelijk. Al is het, ja, het is niet moeilijk. Dus pick a coin, euroversie, belangrijk, want hij is verkrijgbaar, niet bij ons, maar hij is verkrijgbaar in... ook in pond, volgens mij in een dollar. En dat heeft te maken met de muntsoort dan, die je gebruikt, die je kunt gebruiken. Pick a coin euro versie. Wat zei ik nou? Hij kost 54,95. Tot leuk ding. Ik heb hem al een keer in mijn leven gezien. Ja, ik vind het ook een leuk ding. En ja, de stift nog steeds wel, zie ik. Jazeker. Oké. Okay. Een bepaald doel of... Ik vind het altijd mooi hoe ze die stiften maken. Soms kun je zelfs ook... Huh? Ja, nou... bedankt hè. Dit is maar 2 euro, maar toch. Zonder van je... Hoppa. Miljoen ze maken. En dat is Quick Sharpie. Sharpie Quickie. Hey, hoor even. Dit is een speciale Sharpie. Dit is een gewone Sharpie, die krijg je erbij. Dit is een gewone Sharpie? Dit is een gewone Sharpie, ja. Oké. Okay. Maar er is wel een geheim iets. Dat is een geheim iets, ja. Ja, en dat krijg je er wel bij ook. Ja, krijg je er ook bij. Maar, in principe, ja, ik weet hoe het werkt hoor, maar even een gesprek op gang brengen. Ja, dat is een cool ding. Ik vind het een leuk ding. Het is super leuk tussendoor, weet je wel, klats. Trek het eraf. En hij doet ook bijvoorbeeld, geeft hij even in de mond, hè? Ja, ja, dan blaast hij in je mond en dan blaast hij het terug naar de stift. Ja, leuk hoor. Alleen geschikt voor zwarte Sharpie, wel belangrijk. Dus als je zegt ik werk met een rode Sharpie, kun je bestellen. Dat is een andere truc. Ja, ik vind het een cool ding. Ja, Sharpie Quickie. Kost 31,50. Ja. En is compleet ook met online video. Zit een video-instructie bij. Ja. En alles wat je nodig hebt. Ja. Dus Sharpie is er ook al bij, hoef je niet mee te bestellen. En de gimmick. Oké. Okay. Ja. Kaartspel. Goh, je meent het. Stel voor. En een kaartspel. Nou, dat is daar. Stel voor, het is zo. Ik zou een kaartspel pakken. En in 2 stapels verdelen. Hier liggen alle rode kaarten.
Hier liggen alle zwarte kaarten. Dus zwart-rood. Eén stapel mag jij achter jou weggooien. Welke van die twee stapels ga je achter jou weggooien? Die gaan we dus niet meer gebruiken. De rode natuurlijk. De rode. Gooi weg. Dus blijven over de zwarte. Als ik dat opnieuw zou verdelen, is netjes verdeeld al, heb ik een stapeltje schop en een stapeltje klaveren. Jij mag weer één stapeltje weggooien. Welke ga je weggooien? Oh, de klaver staat erop. Jij gaat de klaver weggooien? Ja. Oké, okay, dus dan houden we over. Schoppen. Eerlijke keuze, oké. Okay. Die schoppen hebben we plaatjes en getallen. Wat ga je weggooien? De plaatjes. Je gaat de plaatjes weggooien. Oké. Okay. Top. Dus hebben we de getallen over. Nou, dan doen we zo. Schrijf er één getal uit. En gooi de rest van de kaarten weg. Dan mag je me zo meteen zeggen welke kaart dat je eruit hebt geschoven. Welke, en die andere zijn niet zo lang. Oké. Okay. Gooi hem weg. Oké, okay, die kaart? Nee, die andere kaart die ik niet gelukt heb. Nu ligt hier nog één kaart. Waarvan ik niet weet welke dat het is. Want hij is namelijk onzichtbaar. Ja, hij is onzichtbaar. Welke kaart heb jij eruit geschoven net? De schoppen 8. De schoppen 8. Serieus. Dat is mijn lievelingskaart. Hij zit namelijk al de hele tijd in de doosje. Ja, dat geloof ik wel. Dus samen dan met 53 andere kaarten die niet schoppen 8 zijn. Als je namelijk dit doosje openmaakt, zitten hier allemaal kaarten in. En één kaart zit omgekeerd. En laat dat nou net de schoppen 8 zijn, zie. Maar wat nog leuker is, zeggen mensen, ja, maar wat is nou zo bijzonder eraan? Nou, op zich is dit al bijzonder. Maar als je bedenkt dat dit de enige kaart in het spel is, want dan de rest van het spel volledig blanco is, dat alle kaarten helemaal wit zijn, zeg maar, zie. Dat is toch helemaal vreemd. Nou, dit is the one. En the one, pak ik doos even bij, van Strix Magic. Prijs die ook als je de 37,95. Het is een beetje een, je zou bijna zeggen, mix van Invisible Deck, Brainwave Deck. Maar dan met een verrassend einde. De moeilijkheidsgraad is hetzelfde als een Brainwave Deck, om het zo te noemen. Invisible Deck heb je nog niet sinds, zeg maar, moet ik het zeggen. Een optische logica, hier niet. Het is niet moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Mensen hebben een volledig vrije keuze, heel belangrijk. Ik had hem ook kunnen vragen, kies een kleur rood of zwart. En wat hij dan had gezegd, had ik mijn keuze verder gemaakt wat ik daarmee ging doen. Maar ik heb hem echt gevraagd, pak de kaarten, smijt weg, gooi weg. Dus je hebt echt een volledig vrije keuze als je had gezegd, harte koningin, of harte vrouw, ruiten 4, klaveren 12. Hier zat het niet meer, nee. Klaveren 10, had allemaal niet uitgemaakt. Elke kaart kan dit mee. Zijn geen extra dunne kaarten of zo. Het is echt gewoon een bicycle spel. Je kunt het niet laten onderzoeken, maar het is ook niet nodig. Want mensen zitten allemaal met je mond open. Je moet je allemaal nog tegen drukken daarna. Als je klaar bent. En ook dit krijg je met een online video instructie. En het speciale kaartspel. The One. We hebben het trouwens in rood en blauw. Als je een voorkeur in hebt. The One. Leuk. Oh, daar valt de instructie eruit. Ja, vind ik een leuk ding. Heb je nog iets, Leon? Ik heb hier... Ja, duidelijk. Ik heb hier een spelkaart erin. Zou jij één kaart willen kiezen? Zijn allemaal verschillende kaarten wel? Niet even. Ze zijn allemaal jokers hier. Het is een gloednieuw spel. We hebben het net opengemaakt. Normaal hebben we een update met altijd kaartspellen die bestaan uit 4 samengestelde kaartspellen. Maar dit is echt een nieuw spel. Ja. Voor duidelijkheid. Ja, dus dat gooi je vandaag voor geld in gedaan. Oké. Okay. Ik zal hier kijken. Pak gewoon eentje. Ja. Dan mag je daar iets opschrijven. Ja, of niet. Je mag hem zelfs ook zien, toch? Doen we niet zien, hè? Hoeft niet, toch? Kunnen we doen normaal. Signing, hè? Hoeft niet. Nee, maar in principe hoeft niet. In principe, je kunt hem laten signeren, hè? Ja, kan wel. Maar dan kost je gewoon een kaart. Dan kun je gewoon even zelf aanzetten, eentje goed droog is. Maar, het mooie is... Zo'n sigaretpart. Kijk. Dan kun je hem... Normaal gesproken, hè? Zo. Moet je weer eens zacht maken. Doe er één uit te zakken. Je kunt hem zelfs aan de andere kant vastpakken. Zou je de sigaret vast willen houden? Hop. Maar sigaret mag je onderzoeken. En als je wil, mag je de kaart ook kijken.
kan dus met een geleende sigaret. En eventueel zelfs met een geleend bicycle kaartspel in de club nou. Nieuw spel. Oké, okay. Ja mooi. Is inderdaad een hele oude, maar we hadden volgens mij nog niet eerder laten zien een update. En ook qua prijs is het gewoon leuk, 10 euro. Ja, sigaret of kaart. Volgens mij hebben we alleen maar een één kleur nog. Ja, daarom zeg ik volgens mij blauw. heb je nog meer nodig? Ja, sigaretten. Of een IKEA potloodje kan ook, als je dat wil. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, potlood. Of een big pen kan er voor spullen. Ja, een big stick. Zou kunnen. Dan hoef je niet een sigaret te hebben. En een matchende kleur kaartspel. Dus je krijgt een speciale gimmick. Dus je hebt een bicycle, blauw kaartspel nodig, zeg maar. De sigaret op kaart truc. Dan krijg je wat je hebt. En iets om dat door te steken. Met de dikte van een sigaret. Maar wij gaan geen reclame maken. Nee. Dat is heel slecht voor je. Ja. Even van blaffen. Ja. Dat had ik wel gezien van. Shit, ja, we hebben een camera met een schermpje daar. Kijk, kan ik zo meteen na de update weer een borst nat maken. Ik word helemaal meer van de trap. Nee, grapje. Pas maar op. Zie je, dat bedoel ik. Waarschijnlijk zijn we morgen dicht, omdat ik René van de trap afgegooid heb en de arm gebroken heb. Ja, als ik morgen niet ben en Leon wel, dan kun je afvragen wat er gebeurt. Ja. Ik heb hier een zakje. Een zakje. Ja, jij draagt geen ring natuurlijk. Je hebt hier heel veel mogelijkheden mee trouwens, maar stel voor, je krijgt mijn ring. Dus, ja, de ring die we altijd gebruiken is mijn trouwring. Je mag mijn pols vasthouden. En dan doe ik even, ik heb hier namelijk een doosje in zitten. Dat ga ik even uithalen. Even kijken, dat zit er misschien beter andersom. Zo. Zo. Kijk, het doosje zit helemaal klem ook. Voor alle duidelijkheid. Wow. Kijk. En dan doe ik dit. En de ring zit erin. Ja, goed. Dit doosje is super universeel. Je kan hem ook gebruiken voor bijvoorbeeld een opgevouwen kaart en een doosje. Opgevouwen kaart. Je kan ring, een munt. Ring, een munt. Je kan er van alles mee doen. Je kan er van alles mee doen. Je kunt hem gebruiken als rattlebox. Ja, wat ook kan is ring laten verdwijnen. Als je dat doet, knip maar een doosje. Ja. Maak maar open. Kijk eens wat hij bijvoorbeeld. Dus ja, je kunt hem overal gebruiken. Dit kan dus ook. Je kan het inderdaad gebruiken om dingen in te stoppen die eruit verdwijnen. Je kan de dingen laten verschijnen. Je kan dingen verwisselen zelfs. Je kan dus echt. Je zegt, ik heb hier een kaart, die val je op. Laat eens zien welke dat is. Stopt hem in het doosje. Stopt hem in het zakje. Dan laat je een kaart kiezen, signeren. De kaart verdwijnt uit het spel. Je haalt het doosje eruit en blijkt dat die kaart die de hele tijd in het doosje heeft gezeten, die de toeschouwer zelf uit mag halen. Dus geen dingen die zoals je een ander doosje moet doen. De gesigneerde gekozen kaart is. Klinkt ingewikkeld, maar echt, dat kan ermee. Het is goed gemaakt van Magic Ride, de RSVP-box is dit. Mag ik één ding vragen? Ja. Zit er een slotje bij? Nee, er zit geen slotje bij. Als je dat nodig vindt, kun je dat doen, maar je zit dan met slotjes, sleuteltjes. Tuurlijk, als je net een ring erin laden was, dan denk ik, toen ik eruit haal het doosje, denk ik, ja, misschien denk ik de mensen dat ik er even sneller in heb gestopt. Met een slotje is dat natuurlijk sterker. Dan zou iemand, als het op de René manier zou gaan, dan zou ik inderdaad iemand een ringendoosje geven. In een zakje. En dan zou ik een ring lenen, laten verdwijnen. Of je eigen trouwring. En dan is hij weg en dan zeg ik, let op, hij zit in het ringendoosje. Mensen maken het ringendoosje open en zeggen, wat zit erin? En zeggen, sleutels. Huh? Sleutels, ja. Oh, wacht even, ik heb hier in een zakje nog een doosje. Dan hou je eruit. Waarschijnlijk pas je die sleutels op het slotje. Dan maken ze het slotje open. En daarin zit dan de ring. Dat zou je gewoon ook kunnen. Maar goed, dit is de RSVP-box. Goed gemaakt. Degelijk, mensen kunnen inderdaad helemaal checken, want ja, ik bedoel. Een mooie het is, stof erin, het, ziet er, zeg maar. Het is kunststof, je zou zeggen misschien de metaal is of aluminium, maar het is kunststof, maar het is echt goed gemaakt. Maar ja, Match Ride, waar we ooit hier gehad voor een lezing ook, is gewoon een goochelaar die zeer veel werkt. En dan bedoel ik mee, die veel optreedt. En wat krijg je als iemand veel optreedt, dat hij veel ervaring op doet en dat de producten die hij uitbrengt, in de praktijk ook zeer toepasbaar zijn. Kijk, soms heeft iemand een idee en zegt hij, oh, ik ga die truc uitbrengen. Niet echt getest, niet echt jarenlang gebruikt. Maar dit is eigenlijk gemoderniseerd, zeg maar. Ja, dit is eigenlijk de Lippincott box of de ringbox, net hoe je het allemaal noemt. Mondelbox. Is gewoon
de 2.0, de ook qua design, van een beetje van deze tijd. Kijk, zo'n dikwandig houten kistje. Niks mis mee, verkoop je heel veel, is heel mooi. Maar dit is weer net wat chiquer, zeg maar ook. Een zakje erbij, online video instructie. En dat alles voor de prijs van €61,50. Ja, ik vind het een mooi dingetje. Heb je nog iets liggen daar? Of zijn we er doorheen? Ja, volgens mij. Ja, ik heb hier nog één ding. Normaal kun je hier je visitekaartjes in bewaren. Aangezien onze visitekaartjes helemaal bedrukt zijn aan twee kanten, kunnen we die even niet gebruiken voor deze truc. Daar hebben we net binnen. Dus we gebruiken even de kaartjes die je erbij krijgt. Dan zijn zeg maar, een beetje als een, hoe zeg je dat, ESP-onderzoekskaartjes. Zeg maar echt, tenminste, dan zijn er nog eens opzet van gisteren. Ik heb het gisteren een paar keer in de winkel laten zien. Nee, allemaal gewoon blanco visitekaartjes. Leon, hebben we iets afgesproken? Ik bedoel, hier over deze truc? Nee. Nee. Oké. Ik zou dan een zak geld of auto voor krijgen, moet ik niet zeggen. Nee. We hebben eigenlijk niet afgesproken. Ja, mag. Kies maar wat je doet. Of je. Schrijf een woord op. Een woord. Ja. Oké. Een woord. Ja. Wat je zelf wil. Als je het gedaan hebt, mag je kaartje ook omdraaien, dat ik niet kan zien, zeg maar. Ja. Heb je gedaan? Jazeker. Omgedraaid, dat ik niet kan zien? Ik heb omgedraaid, dat ik niet kan zien. Mag je de, weet je, gooi de kaartje, gooi daar eens tussen. Oké. Je mag zelf alles netjes recht maken, kun je het niet zien. Ja. Het hele stapeltje gewoon in het doosje leggen. Zo. Ik vind het prima. Doosje sluiten. Oké. Dit zit er echt in. Voor alle duidelijkheid, er zijn mensen die denken, ja, maar wacht even, als je op een gekke manier kijkt, kun je er doorheen kijken. Niet het geval. Nee. Ja, dat is natuurlijk wel stom. Wacht even. Een kaartje. Het is wel handig als een doosje stopt, maar... denk even aan je... woord, had ik gezegd, hè? Ja. Heb ik een woord gedaan? Ja. Van de week deed ik het, want hij had die plotseling een tekening gemaakt. Ik moet me volledig iets anders concentreren. Oké. Moet ik even denken, wat ik krijg... zoiets heb ik eigenlijk, maar dat is niet echt een woord, dat is meer een vorm. Hè? Wat is dit dan? Wacht even, want dan moet ik even denken. Ik krijg golfjes. Golfjes en meer ESP-kaarten. Ah, wacht. Wacht, als dit nou... Ja. Oh, dit is natuurlijk... Ah, oké. Zeehond. Kan dat kloppen? Ja. Zeehond? Serieus? Echt? Laat even checken ook. Dan haal je kaartje zelf even uit of dat klopt. Laten we zien. Ik heb de kaartje niet gezien. Zeehond. Niks afgesproken. Dit is exact zoals het zou kunnen gaan tijdens je live voorvertoning. Ja, het mooie is, als je deze kaartje gebruikt erbij zetten. Het is dry erase, stift ook. Dus je kunt gewoon de kaartjes blijven gebruiken. Dit is de Stealth Case van Steve Cook. Ja, ik zag het filmpje. Toen dacht ik al, oké, zo gaat het. Maar dat is niet belangrijk. En juist daarom dacht ik, dat is zo'n geniaal idee. Dat moeten we gewoon gaan verkopen. Klaar. Dus we hebben een heleboel gekocht. Daarom heb ik een hele scherpe prijs. Exact dezelfde prijs die je bij LXM betaalt. €76,50. Je krijgt een doosje met visitekaartjes. Met dit en een online instructie video. DVD. Echt een DVD. Zeer uitgebreid, ook wat extra routines waarbij je drie voorspellingen maakt, zeg maar, met het dingetje. Waarbij je ook mensen uit munten, een zak munten, een aantal munten, voorspel je welke munten dat mensen gaan kiezen. En je voorspelt een naam en van alles erbij. Dus als je een makkelijk te gebruiken impression device, dat is het eigenlijk. Hè, je komt erachter welke informatie mensen hebben getekend of geschreven. Je hoeft dat niet te vragen, dus ik heb net gevraagd, wat heb je gedaan? Heb je een tekening gemaakt of heb je een naam gebruikt? Je weet dat al lang. Alleen, ik probeer... je probeert te doen alsof je niks weet door dat soort vragen te stellen. Maar in principe weet je precies wat hij gedaan heeft. Maar dat geeft het idee dat je nog even moet focussen op hetgeen wat hij heeft gedaan. Vage informatie.
Ja, de Stealth Case. By Steve Cook, de 7650. Ik vind het een ja, echt een tof ding. Je moet het gewoon slim inzetten. Zeer mooi. Ja, we hebben twee lezingen op programma staan nog. 7 oktober, we hebben het al een keer gezegd, Joshua J. Inschrijvingen lopen nou goed, er worden steeds meer mensen die gaan komen. En Tabbery gaan we. En 2 november, Francis Tabbery. Ja, hij laat van alles zien, maar... 1990 of 1992 wereldkampioen geweest. Ja, vissen met zijn touw act, maar hij laat echt van alles en nog wat zien. Eén helft van alles nog wat, tweede helft volledig touw. Dus als je dat gaaf vindt, als je dat Fiber Optics of zo gaaf vindt, dat soort dingen, zorg dat je bij bent. Dit is ja, een van de mensen ter wereld die gewoon van goochelen met touw heel veel verstand heeft en daar ook heel veel over geschreven gemaakt heeft in de loop der jaren. Ja. We zijn nog aanwezig op wat evenementen. Er zijn er een aantal dit najaar. Ik moet zeggen dat ik even de datums niet heb gepakt, maar ik zet ze onder in beeld. Want je hebt de Vlaamse kampioenschap of het kampioenschap van Vlaanderen. In september, uit mijn hoofd is de even 23 september, maar ik zet hieronder die juiste datum neer. Daar zijn we met een stand aanwezig. We zijn op de Magic Hand Day zijn we aanwezig. Dat is in november, uit mijn hoofd 18 november. En die sla ik er eentje over. We zijn ook nog in Vilvoorde. De tijd te vliegen als je zo kijkt. Ja, en die is volgens mij... Die doe ik ook in mijn hoofd 15 oktober. Maar het zet ik allemaal hieronder in beeld. Als ik mij vergis wat hieronder staat, dat klopt. Je kunt al die datums altijd terugvinden op onze contactpagina. Dus de contactpagina waar onze adres en zo staat, staat onderaan ook. Let op, we zijn aanwezig op deze beurzen. Dan staat altijd bij waar, datum en noem maar op. Voor de rest, we hebben nog een paar tweedehands illusies staan. Een hele partij opgekocht. Er is al van alles weg. Hier achter staat toevallig een stoelzweefillusie. We hebben nog een mini-cube, staat helemaal achteraan. We hebben nog een subtrunk, dus een kist waar iemand ingaat, iemand anders gaat erop. Een doek omhoog en dan zijn ze verwisseld. Linksbord. We hebben nog een links drawingbord, staat hier een groot ding. Ja, we alles staan, een head twister, noem maar op. Tweedehands boek, hè? Ja. De boek. Dus kom gerust langs als je dat soort dingen wil bekijken. Want vaak voor een prikje heb je dan een fantastisch ding. Leon, ik vind het goed. We gaan pakketten klaarmaken. Ik ben helemaal beter in één keer. Ik weet het ook niet meer. Dus misschien komt het dat ik hier in die winkel zet. Kan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende. Hoi. Hoi.